145 kilometer eist Piet Rooijakkers de aandacht op. De renner uit de Skill Shimano ploeg is vlak voor de Marmolheinerberg ontsnapt. Voor Rooijakkers blijft het bij een korte ontsnapping, want hij wordt door toedoen van Milram en Rabobank teruggepakt. Lars Boom is de Rabobank-coureur van voren. En Milram heeft zijn zinnen gezet op deze koers. En hier is de aansluiting van het peloton bij Rooijakkers. In de afdaling ontstaat dan dit kopgroepje van 7 man. Vooral door toedoen van Karsten Kroon. Kroon won deze voormalige rondom Den Henninger Tourmal 2 maal. In 2004 en vorig jaar. En hij heeft zijn zinnen gezet op een 3e overwinning. De eerste voor hem van dit jaar. Het peloton laat de 7 gaan bij het binnenrijden van Frankfurt. En dus is het tijd voor Karsten Kroon om even met Fabian Weekman van de Milram-ploeg te overleggen. Over de tactiek voor de laatste 12 kilometer. Verder in deze groep Christian Knees van Milram, de Duitse Rabo-coureur Paul Martens, Jelle van Endert van Silans Lotto, de Belg Bert de Waalen van Landbouwkrediet en de Italiaan Matteo Carrara van Vacan Soleil. Kroon al tweede in Amstel Gold Race, bouwt met dit groepje aan een voorsprong van 40 seconden. Maar vindt het dan genoeg? Weekman is de eerste die probeert weg te springen. En de enige die kan volgen is natuurlijk Karsten Kroon. De 5 erachter zijn geklopt. En binnen een mum van tijd bouwen Kroon en Weekman aan een voorsprong die oploopt van 10 naar 12 naar 19 seconden. Het gaat om de laatste kilometers en hier zijn de geklopte 5. Kroon aan de leiding, Weekman daarachter. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde op het parcours rond Frankfurt. Een parcours dat loopt door een industriegebied. En zij geloven het wel. En dus komt het op sprinten aan. Wat heeft Karsten Kroon nog over? Hij gaat als eerste aan. En de reactie is van Weekman, de Duitser, de Duits kampioen, de nummer 3 van de Brabantse pijl. En Weekman wint, hij boekt het succes voor de Duitse ploeg van Milram. De sprint van de geklopte 5 wordt uiteindelijk een prooi voor Christian Knees. En daarmee is het podium compleet. Fabian Weekman wint en Karsten Kroon is net als in de Amstel Gold Race gewoon tweede.